goed. Het is vandaag zaterdag 1 augustus en ik zit hier tegenover Sven de Ridder. Via Skype natuurlijk, wegens corona en toestanden. Maar toch, ik ben blij dat ik je zie, man. Aflevering 250 is dit. Jij bent deel van aflevering 250. Hoe ver zitten de Gremlins eigenlijk? Welke aflevering zitten jullie? 114. En ik denk dat nu volgende week de summer special, de eerste summer special komt. Dat is die van mij. Ah, ja. In de zomer stoppen wij altijd. Hè. En dan doen we elk een aparte aflevering. Ja, dus ik ben samen met Andries zijn we uitgenodigd voor de summer special van Bart. Ah, oh, dat wist ik niet. We gaan over... mocht ik dat niet zeggen? Nee, we gaan documentaires bespreken, denk ik. Maar dat mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Dan. Nou ja, maar... Okay. Dus nu zal het 115 zijn. Hè. Ja, de Fokcast is 250, baby. Hey. Maar ja, we begonnen in... Eind 2015. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus ja, dat is ongeveer 50 in het jaar. Hè. En ik heb er ook vanwege corona, maar ook af en toe als ik wat tijd over had en een extra had, gooide ik... Het is wekelijks, maar soms zelfs twee keer in de week. Ja. Dus het is nu al even geleden, maar als ik, ja, soms had ik wat te veel en dan denk ik van ja, als ik nog megabytes over heb op mijn hostingkanaal, dan kan ik dat erop gooien. Maar goed. Een van de grote ster sterft en een special erover. Precies. daar gaan we het zo over hebben. Nee, maar ik vond aflevering 250, dat kan ik niet doen zonder jou, Sven. Want jij bent lief. Ja, maar hey. I love you, baby. En ook onze moppen aan de toog aflevering was een van de best beluisterde afleveringen. Ja, wat ik heel erg leuk vind. Want ja, dat is ook iets waar we heel trots op zijn. En ja, als het over film gaat, dan ben jij samen met Alex zijn toch mijn filmbuddies. Dus ik vond dat ik geen aflevering 250 kan maken zonder jou. Dus bij deze, welkom. Oké, dankjewel. Hoe gaat het? Ja, ja, het is nu augustus, dus ik voel me nu een beetje rustiger als in begin juni. Begin juni vond ik het allemaal zo wat te snel gaan in mijn hoofd. Ik was ben net aan het settelen in heel het lockdown gegeven. Dus ik weet van, ja, dit kan ik nog wel even volhouden. Maar dan begon zo in juni zo alle dingen losser te gaan. En dan ineens exponentieel losser. En dan had ik het er heel moeilijk mee. Ik was er heel zenuwachtig. Dus nu ben ik iets terug rustiger. Ja, en niet onterecht, hè. Je zenuwen zijn een beetje waar geworden, inderdaad. Jammer genoeg. Maar goed, over die miserie wil ik het niet te veel hebben. Nee. Maar ja, van vroeg. Hoe is het? Ja, dat is zo waar. Een van de dingen die door de lockdown en door de corona-ding is dat wij naar elkaar eigenlijk foto's sturen van de dvd's die we gekocht hebben of die via de ja, dat is een obsessie, hè, man. Het is een verslaving, maar... Ja, bij mij ook. Als het dan dat maar is als verslaving, hè, denk ik dan altijd. Ik moet wel een beetje op het geld letten, eerlijk gezegd. Absoluut. Ik zet mezelf ook zo limieten zo. En ik schep nu plezier in gaan kijken, mandje vullen en niet kopen. Alles virtueel terugleggen. Ja, zelfs dan is wat dat erin zit en dan krijg ik zo berichten zo van, je weet toch dat je mandje nog vol zit. Ja. Maar iets boven de 10 euro probeer ik niet meer te kopen nu. Nee, ik probeer ook, als ik een film wil, probeer ik ook te zoeken welke versie te cheap, want er zijn altijd meerdere Blu-ray versies van iets. Bijvoorbeeld, ik wou heel graag Monster Squad, Wacht even, ik heb Monster Squad besteld in de lockdown in april. Er is een Spaanse versie van. Oh, jongen, dat meen je niet. Ja. Ik heb niet gekregen dat hij niet toekwam. Dat meen je niet. Wanneer heb je die toegekregen? Van de week. Ik heb die van de week besteld. Ik wil de Monster Squad. Ik kijk, ik denk, ah ja, die is $20 of €20. Ja, te duur. En toen vond ik een Spaanse versie. Ja. En die heb ik dan, ik denk, nou, fuck it. Altijd even checken of de Engelse ding erop staat. Ik heb hem. Ja, ik bestelde die dan en dan kwam dat in Spanje zo hevig, hè, met de corona. Dan zeiden ze van, ja, dat gaat niet lukken, dat gaat niet doorkomen, je gaat je geld terugstorten. Dus ik heb die nog altijd niet. Oh my god, ga je de Monster Squad. Wat een toeval weer. Ja. Ah ja, that's great minds think alike, baby. Maar ik heb die gewoon besteld op de amazon.co.uk, denk ik. Oké, okay, ja, bij jou, ik ook. En er is hem niet toegekomen. Dus maar goed. Ja.
Dat is, maar goed, dat is voor mij. Wat is het laatste wat bij jou op de mat is gevallen of in de winkel hebt gekocht? Maar ik heb hier een paar dingen klaargelegd om u maar een idee te geven. Ja. Om de mensen een idee te geven hoe ver het kan gaan. Ja. Dit bijvoorbeeld, Death Chip. Oei, dat kan ik niet zien door je achtergrond. Oké. Okay. Oh, nee, wacht. Zet ik mijn achtergrond even af? Nee, je achtergrond. Je hebt een hele mooie post-apocalyptische achtergrond, maar die kijkt alleen naar je... Nee, je hoofd en niet, ah ja. Ook niet blur, niet, nee. Nee, ook niet blur. Ah, voilà. Nee. Hopla, de Little Mermaid is er weer bij. Dat is niet te verwarren met Ghost Ship. Maar dat is een horrorfilm met George Kennedy en Richard Crenna. Old school. Ja, old school. Dat heb ik gepreorderd en dat is eindelijk aangekomen. Dat ken ik zelfs niet. Intruder, met William Shatner. Ja, dat wil ik ook zien. Ja, dat is eigenlijk... aangeraden door Tarantino. Tarantino zegt er ook van dat Shatner nog nooit zo goed is geweest als daarin. Ja, niet meer. En een zeer, zeer actuele film, want het gaat over de KKK. Ah ja, Wat heb ik dan nog? Eton Hoesel, King Kong Lives. Ja. Dat is Melinda Hampton. Ja. De opvolger eigenlijk van de King Kong met Jeff Bridges. Jeff Bridges, ja, klopt. En dan, ja, Peter Sellers is nooit ver weg. Dat heb ik wel gezien, als jij foto's liet zien van wat jij gekocht hebt of jij besteld had, dan zat er altijd iets tussen van Peter Sellers. Op cd en Peter Sellers de laatste tijd. Is dat vertrokken door die documentaire die je gezien had? Er is het terug mee vertrokken. Ik heb een periode gehad en dat was eigenlijk met die film te zien, The Life and Death of Peter Sellers met Jeffrey Rush. Jeffrey Rush, ja. Maar nu ook aan mijn dochter ook de Pink Panthers te laten zien en die de kennis ermee te laten maken. En in eerste keer terug met Peter Sellers, Rush, The Waltz of the Toreadors heb ik besteld. The World of Henry Orient. Dat zijn zo allemaal obscure, minder gekende Peter Sellers. En The Ghost in the Noonday Sun. Die heb ik ook besteld, die piratenfilm. Die piratenfilm van Peter Sellers. Dat schijnt onwaarschijnlijk slecht te zijn. Maar daar komt een documentaire uit over die film. Van regisseur Peter Mirak, denk ik. Maar heb jij dat al gezien of is dat al uit? Of... Nee, ik heb dat nog niet gezien. Nee, ik ook niet. Maar ik heb natuurlijk, dat gaat ook verder, hè, want dat gaat ook in eerste ontdek ik dan dat Peter zelfs, ik weet niet veel LP's heeft gemaakt. Ja. Amai, dat is een mooie plaat, zeg. Zeg. LP's. Ja. Sellers Market heet dat dan. En ik heb dan ook een singeltje gevonden. Super. Bij Ustinov. Peter Ustinov. Peter Sellers, dus de Two Peters. Ja, en nog iets. Eerst, dat is ook zoiets. Zo een postkaart met Peter Sellers. Geweldig. Ja, het is ook wel echt een heel bijzondere, unieke mens in het cinema en humor. En ja, het is natuurlijk een genie en een verschrikkelijke kerel, denk ik. En het aardige is, ik ben vergeten hoe die titel van die documentaire is, maar mensen moeten me opzoeken, de documentaire over het leven van Peter Sellers. En die werd dus verliefd op elke vrouw, elke zeer jonge vrouw die hij tegenkwam. Binnen de week vroeg hij die ten huwelijk. Ja, ongelooflijk. Dat is fantastisch, hè? Maar iemand die zo briljant is en zo goed in zijn vak, en toch die naïviteit van binnen de week met iemand te willen trouwen. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, hij was gewoon zichzelf schijnen. Hij was meer zijn characters. En als hij aan het spelen was, dat character werd hij dan ook. Jim en Andy, maar dan... Hè. Ja. Zeg maar, ik weet dat ik aan uw deur heb gestaan. Hè. Enkele... Juist, ja, je had een cadeautje of zoiets. Ik vond dit zo goed, dat ik dat nog eens heb besteld voor jou. Oh, dat vind ik gaaf! Maar het is dan ik... tot bij jou komen. Hè. Oh, daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik heel gaaf. Want Peter Ustinov is ook een verschrikkelijk onderschatte... hier weinig bekende. In Engeland is die niet onderschat. Hè. In Engeland is die wel op... Nou ja, het is daar, hè. Ja, het is daar. Ook een straffe gast, Peter Ustinov. Zeg, over documentaires gesproken. Ik heb van de week deze binnengekregen en ook bekeken. Dat heet Blood and Flesh. The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson. Ik kende daar niks van, maar dat is van de makers... van die Richard Stanley Lost Souls film over Dr. Monroe. Dus die regisseur heeft iets gemaakt over een B-filmregisseur genaamd Al Adamson, waarvan ik nog niks films gezien had, hoor. Maar die heeft echt zo alle exploitation dingen heeft hij gedaan. Dus van Black Samurai tot The Naughty Stewardesses tot Dracula versus Frankenstein. Naar het schijnt volgens
de mensen is zijn Dracula de slechtste Dracula ooit op het scherm geweest. Dus dat wil ik zien. Ja. En dus dat gaat over die zijn leven en het feit dat hij voor 0 euro heel veel films maakte die toch geld opbracht. Een beetje Roger Corman, maar de Roger Corman van de Naldi een beetje zelfs. Maar dus, voilà. En dan wordt hij ineens geobsedeerd door UFO's. Wat ook, fuck, nee, ik denk van, what the fuck? En dan is het een murder mystery. Verdwijnt hij? En hoe is hij vermoord? Hoe komt het? Wat is er gebeurd? Hij is vermoord? Ja. Right. Ja. Dus de ghastly death. Het is een murder. Dus de laatste half uur is een murder mystery. Dus het is echt wel... Omdat het natuurlijk zo breed is, die Dr. Moreau film met Richard Stanley, dat is heel helder over één man en één ding. Dit is, ja, hier zitten zoveel facetten aan die film dat het wat gefragmenteerder is, maar nog altijd een top film. Blood and Flesh, ja, zeker kijken. Ja, okay. Ik hou ook, jij houdt ook van die B-films, hè? Ik hou daar enorm van. Hè? Ja, ik vind het ook cool. Blood and Flesh is het tegenovergestelde van Flesh and Blood, hè? Ja, ja. Ja, en maar, hij heeft ook... Ik denk ook dat zijn eerste 5 films allemaal het woord blood in de titel hadden. Oh, yes. Dus de ja. Blood Brain en Blood Monster en Blood and Flesh. Het is allemaal dat soort films. Ik heb dit gekocht. Ik weet niet of dat goed gaat zijn hoor. Die Tolkien film. Ja, ik denk dat even saai was. Dat is... Als die boeken... ja, mijn lief is een grote... Die trekt de hoek keihard op die film met Stephen Hawking. De kerst verwerden al. Ja, absoluut. Het is wel goed. Ik hou wel van biografische films. Dus daar hou ik wel van. Dus dat heb ik ook mee. Gekregen van mijn Gremlin Strike Back buddies. Zalig. Over de top. Zalig. Over de top is het best als te loon. Ja, maar dat is toch geniaal hoe ze een film over armworstelen toch spannend gekregen hebben. Dat is toch goed? En het faillissement van Canon is daarmee ingezet. Hè, met die ja, film. Dat is juist. Die zit ook in die Canon-documentaire zeker, of niet? Ja. Dat en Masters of the Universe, denk ik. Hè? Datzelfde jaar. Ja, datzelfde jaar ongeveer. Ja. Ik heb overigens... ik heb dit ook gevonden in de Mediamarkt. Pet Sematary. De nieuwe, denk ik, of zoiets. Ik ken dat. Ja, dat is met John Lithgow. Ja. Is dat goed? Ik niet gezien. Ah, nee. Dat is ook zo. En ook, en dat is iets... Deze heb ik dan van de week binnengekregen. Dat is The Creature of the Black Lagoon. Maar dan al deze films verzameld. Ja. Dus je hebt zo'n Universal box met al die films samen in. Die heb ik. Ja. Maar je hebt ook van, en daar heb ik er nu een paar van, dus van The Creature of the Black Lagoon heb je die, van de Dracula. Dus hier zitten alle 6 films van de Original Legacy staan op die box. Ik heb die van The Invisible Man en van de Mummy. Dus eigenlijk ontbreek ik alleen Frankenstein nog. Ja. Maar dat zijn eigenlijk verzamelboxen waar ze de ene... Ja, we zijn ziek. We zijn ziek in onze kop, jongen. Wacht, ik heb nog één ding dat ik wil laten zien. Allee, 2 dingen. Ah, ja. Wat ik het leukste vind aan de horror... Hè, je hebt mensen die vampieren het leukste vinden, of je hebt mensen die zombies het leukste vinden. Maar mijn ding is weerwolven. Ik vind weerwolven summum. En deze 2, The Beast Must Die en The Curse of the Werewolf, dat is eigenlijk Hammer en Amicus. En dat zijn de enige 2... Weerwolvenfilms die Hammer en Amicus hebben gemaakt. Er zit een segmentje in Dr. Terror over een weerwolf, maar echt standalone werewolf movies. Maar dat zegt dat de Wolfman versie van deze, die is onderweg. Ah, ja, de Universal Wolfman, daar is ook zo'n verzamelding van, die is onderweg. En ik heb... Dus dat is van 1974, en dan was het pas American Werewolf in London en The Howling. Eigenlijk begin van de 80 nieuwe weerwolffilms hebben ingezet. We hebben bij Klok zegt 12 ook een paar horrorfilms besproken over latere versies van Universal monsters. En daar zat de Wolfman bij met Benicio del Toro. Ik vond dat niet zo slecht. Het is te lang geleden dat ik dat gezien heb. Maar Benicio del Toro doet dat niet slecht. Hannibal Lecter. Hopkins is een beetje too much. Die had er precies niet zoveel zin in. Maar ik wil dat wel zien. Het leuke aan deze is, dat is contemporary, dus speelt zich af in de jaren 70 met Peter Cushing. En op het einde krijg je de werewolf clock. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk een whodunit, maar niet who is the murderer, who is the werewolf. En een afstandsklok en dan murder is
zelf denken, oké, ik denk dat het een dier is. En dan gaat de film verder. En dan krijg je een reveal wie het is. Ja. Ah, zalig. Zalig. Alright, ja, de laatste die ik nog wel laat zien. Ik vond dat ik de Peter Greenaway films toch een aantal, want ik vind dat die op een gegeven moment is die letterlijk en figuurlijk het plot verloren. Die Peter Greenaway films zijn heel mooi gemaakt. En de eerste, laten we zeggen, 5-6 films hebben ook verhaal. En dan werd het alleen maar beeld. En bewegende schilderijen. En ik heb de Belly of an Architect gezien, omdat Brian Dennehy... Het is eigenlijk door Brian Dennehy dat ik bij Belly of an Architect... Dat ik dan, dus die heb ik een paar weken geleden besteld. Dat is ongelooflijk goed, omdat dat is een hele... die film is een beetje... Ja, dat is ook heel erg in scène gezet en heel een beetje te hard structuur. Maar omdat hij dat zo natuurlijk speelt, wordt dat toch een hele goede film. Ja. Brian Dennehy is een van de meest... Dat is wel echt een onderschat acteur. Ja. En dit is ook een van mijn favoriete Peter Greenaway film. Dat is Drowning by Numbers. Nooit gezien. Ook daar heel geanceneerd. Verschrikkelijk geanceneerd. Maar die mensen fietsen er redelijk nonchalant doorheen. En daar zit... Elke scène heeft ergens een nummer ook. Dus je telt op... Of af, ik weet het niet meer. Ik moet het nog eens terugzien. Het is lang geleden. Ik heb dat zo gezien toen ik fotografie studeerde. En dan was ik daar helemaal zot van. Omdat die beelden zo fantastisch mooi zijn. Maar dit is dan ook nog eens met Bernard Hill, Joan Plowright en Jolie Richardson. Dus dat zijn ook nog wel eens goede acteurs die daarin zitten. En die spelen wel goed. Dus dit ga ik wel terugbekijken. Maar goed, tot zover het hele film gebeuren. Ja, dat is ook een beetje... De Focast is door de corona ook een beetje een filmpodcast geworden. Omdat ik natuurlijk... Ja, de comedians waren op. Ik kon ook die... En ik doe niks liever dan met jou over films bouwen. Ja, maar het is een onuitputtelijke hobby. Hè? Allee, ja, dat is niet zo. En ik heb van alles wat ik besteld heb, ik denk dat ik toch niet een helft ervan heb gezien, maar ik heb het. Ja, het is het hebben. Voor een groot deel het hebben. En ook omdat je, heb jij dat ook, dat op een gegeven moment weet je ook niet meer zo goed wat je allemaal besteld hebt. En als er dan iets in de bus valt en je doet open, dan is dat zo, cadeautje voor mezelf. Dat is gisteren, toch leuk. Gisteren kwam, dat is juist The Angriest Man in Brooklyn en ik wist niet meer dat ik dat besteld heb. Voilà. Robin Williams. Ah, zaal, die ken ik zelfs niet. Meteen over 3 minuten ga ik ook zo op dit. Je denkt ze een voorlaatste of zijn laatste film? Ja. Ja. Ja, het voorlaatste waar ik het over wil hebben is Alan Parker. Is gisteren of eergisteren overleden. Ja, toch wel een heel belangrijke regisseur voor mij. Absoluut, en heel uiteenlopend, hè? Ja, en toch heel uiteenlopend, want hij heeft Evita en Fame gemaakt, dat zijn 2 musicals. Ja. Hij heeft Midnight Express en hoe heet het daar, die KKK-film gemaakt. Mississippi Burning, een van mijn absolute topfilms, die ik dus niet heb op DVD, ik blijkbaar. Gisteren ook ik heb dat, je hebt dat gisteren ook gezien, ik heb dat ook gezien. Ik heb dat niet. Volgende week heb ik het. Maar ik vind dat we daar over 2 weken of zo, als we allebei wat tijd hebben, dan gaan we daar eens wat langer ook over babbelen. Want vind ik wel. Birdie is een van mijn favoriete films aller tijden. Ook, dat heb ik onlangs teruggezien, want dat is ook op een Arrow of de mooie uitgave van gekomen. Heb ik teruggezien en ik vond dat nog altijd zeer goed. Want iedereen vergeet dat sinds Nicolas Cage is een beetje overacting gaan doen, maar vroeger kon hij gewoon ook echt heel goed spelen. Absoluut, Rumblefish. Man, ja, absoluut. Ook een van mijn favoriete films, ja. En hier ook, en samen met die Matthew Modine. Ja, dat is een fantastische combo, die twee. En Angel Heart, hè? Allee, ja, Angel Heart. Ook zeer goed, hè? Met Robert De Niro als de duivel. En de blote borsten van Lisa Bonet. toen keek ik toch voor die blote borsten? Dat is It's the Cosby Show. Alright man, zeg een ander ding wat we ook gedaan hebben tijdens de lockdown en misschien terug op moeten pakken, zijn onze moppen aan de Skype. Ja. Dus eigenlijk, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je een mopje voor mij? Ik heb een klein mopje voor jou. En het is een mopje die van mijn dochter komt. Is dat echt? Vind ik ze super cute, super schattig. Maar ik moest ze ook in het Nederlands vertellen, als een Nederlander. In het Hollands? Ah, oké. Okay. Ja. Okay, ja. Ja. Go for it, man. Het is een heel korte. Fokke, ken je de mop van de blinde timmerman? Nee. Ik sloeg nergens op. Alright, lieve vriend. Heel erg bedankt voor het gesprek. Altijd fijn om jou nog eens te zien. En laten we hopen dat het snel terug in het echte leven gaat. Okay.
All right. Hou je goed en hou je gezond. Dankjewel dan.